Wilders en Van der Plas zijn de desinformatie en de bangmakerij van klimaatfanaat Timmermans spuugzat. Laten we kijken. Venlo aan Zee vindt u misschien leuk, maar ik niet. Ja. En, de temperatuur, volgens het laatste CERN-rapport, als we niet een schepje erbovenop doen, gaat door de 3 graden heen. En Nederland is een kwetsbaar land, meneer Wilders. Ja, ga weg. En u spreekt geloof ik 7 talen, maar in ieder geval niet de taal van het volk. Want wat het volk wil... Wat het volk wil, is gewoon dat ze hun boodschappen kunnen betalen. En u geeft, ik ben nu aan het woord, u geeft kapitalen uit. En er komt geen Venlo aan Zee. Met iemand als Timmermans moet onze vrijheid wijken voor totale controle. Klimaatcommunisme. Autorijden, vliegen en vlees eten alleen nog voor de elite. Het gewone volk mag niks, want dat is zogenaamd slecht voor het klimaat. Overal vervuilende windmolens, collectieve armoede, een CO2-budget en controle of je wel een brave burger bent middels je digitale Europese identiteit. Maar hoe gaat Timmermans mensen daarin meekrijgen? Door middel van angst en door in te spelen op schuldgevoelens. Zo van, als we nu niet acuut dit klimaatbeleid van 1000 miljard uitvoeren, loopt Nederland onder water. Totale onzin. Stem daarom op Forum voor Democratie.